Terug bij Z2D. Tandartsen uit Syrië, kappers uit Irak en Polen met een bouwbedrijfje. Ondernemers en ZZP'ers komen steeds vaker uit het buitenland. Zoals Dana Hassan, een Irakese ondernemer die in 2015... na jaren gesteggel eindelijk zijn kapperszaak kon openen in Hardenberg in Overijssel. Ik doe aan de zijkant, ja, zijn ook kort en aan de bovenkant ook een beetje knippen. Dat is goed. We hebben 14 jaar lang in een asielzoekerscentrum gezeten, maar uiteindelijk heeft de minister Leers van Immigratie en Asiel besloten om ons een verblijfsvergunning te geven. Na een aantal jaren even opbouwen, dat als je een verblijfsvergunning hebt, moet je natuurlijk naar school en dergelijke. Nadat heeft hij gelijk zijn eigen zaak begonnen. Hebben jullie daar moeilijkheden mee gehad of is dat eigenlijk heel makkelijk gegaan? Het is totaal niet moeilijk. Het heeft juist voordelen gebracht, want mensen willen altijd eens een keer wat anders dan een Nederlands kapper bijvoorbeeld. Dus in principe heeft het in ons voordeel gewerkt. Mensen, je moet niet bang over gelijk wat je bij dromen, bij hoofd beginnen, zeg maar. Dat is niet zo moeilijk. Ik weet niet, je bent de tweede keer bij mij komen of derde keer? Tweede. Ook blij, voor haar knippen gelukkig. Allemaal zo blij. Ik ben ook zo blij. Nou, hij is behoorlijk blij. Steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij is niet de enige ondernemer. De Kamer van Koophandel is met cijfers gekomen. En daaruit blijkt dat buitenlanders die in Nederland ondernemen, dat aantal al jaren stijgt. En voor de duidelijkheid, het gaat dus om ondernemers die in het buitenland zijn geboren en dan in Nederland zijn gekomen. Want je hebt ook heel veel ondernemers met een immigrantenachtergrond. Kinderen van mensen die in het buitenland zijn geboren. Maar daar zijn geen aparte cijfers. Okay, wat zijn die cijfers die we hebben? Ja, kunnen we eventjes laten zien. Dan gaat het om allereerst even de ZZP'ers. Waren in 2015, zoals je ziet, bijna 23.000. Terwijl het er 4 jaar eerder nog iets meer dan 17.000 waren. En die bijna 23.000, dat is al iets meer dan 21% van het totaal aantal ZZP'ers in Nederland. Kijken we eventjes naar de MKB'ers, de bedrijven. Kunnen we hetzelfde beeld laten zien? Gaan we even kijken naar daar zie je zelf cijfers 4200 en dat waren de 3600. Dat is ook een flinke groei. En ook daar gaat het om ongeveer 21% van het totaal. Okay. Waar komen ze vandaan? Nou ja, de Turken, dat zijn nogal ondernemende mensen. Zal het heel onbekend in de oren klinken, denk ik. Als je kijkt naar de MKB top 3, dan staan de Turken ruim bovenaan. Boven de Chinezen en de Marokkanen. En als we naar de ZZP'ers kijken, dan zijn het vooral Polen. In de bouw natuurlijk heel veel. Hè. En dan vinden we ook weer de Turken op plek 2 en dan de Surinamers op plek 3. Ja, is er een verklaring voor? Vinden allochtone ondernemers... Ja, dan hebben we met die vraag even gebeld met Marijn van Welen. Hij is innovatieonderzoeker. Ja, hij denkt dat immigranten ook niet zoveel te verliezen hebben als ze hier komen. Minder te verliezen dan autochtone Nederlanders. Ze durven meer risico te nemen, ook omdat ze vaak geen keuze hebben. Ze komen natuurlijk minder makkelijk aan een baan dan autochtone Nederlanders. Dus ja, wij, zou je kunnen zeggen, hebben gewoon minder noodzaak om een bedrijf te beginnen. En dat is bij ze moeten wel. Ja, nou, ja, daar komt wel op neer. Om het even zonder uit te zien. En zijn ze succesvol? Zijn daar dingen van bekend? Nou ja, gisteren was wel aardig in het nieuws dat er eentje heel succesvol is geweest. Won Jip heet hij, horeca tycoon. Ja. En die heeft het duurste penthouse van Nederland gisteren gekocht aan het IJ in Amsterdam. 16 miljoen euro maar liefst. Maar ja, eerlijk gezegd, hij valt alweer niet in deze categorie. Ah, okay. Want hij is niet in het buitenland geboren. Hij is, maar hij is wel zoon van bootvluchtelingen. Oké. Okay.